VHP-parlementariër Nisha Jakri ziet geen heil in het dichten van de kuilen in het weggedeelte van Koroni naar Nikeri met straattegels. Dat zei ze gisteren in de Nationale Assemblée. Medewerkers van het ministerie van Openbare Werken zijn bezig de gaten te dichten met straattegels. Het DNA-lid ziet graag dat er een structurele oplossing komt voor dit probleem. Maar dat is niet de oplossing. Wij vragen nogmaals regering met de meeste spoed naar een structurele, duurzame aanpak van de Oost-West-verbinding. Regering, mogen wij ook van u weten hoe ver u bent met het boren van zeker 2 waterbronnen in de resorten Henar en Oost in het district Nikeri. Jakri wil ook weten wat de status is van de bushouders die de Kubanen naar de stad hebben getransporteerd. In december bivakkeerde een groep Kubanen op het emplacement van de Kanawaima Ferry Service te Southdrain. Worden ze nog uitbetaald? In case van wel, binnen hoeveel tijd denkt u dat de bushouders dat te betalen voor hun geleverde diensten?